Dati sa tuloy ka. Plus erawara mer, sirada and mer. Okay, din siya ko. Wara air spill hudra. Yeah, natampal. Subscribe, like, comment, and share. Thank you. Okay, cool. Suffling, so bali. Where is Papa? Who's so? Okay, who is Daisa? It's Anna. Anna, that is Aaron. Hey, Aaron from the Bible. Moya nam. Siya, iksaya to, Anna. Wakan bay and younger. Ay, so cute to. Ni cake so naram. Ay, kamit sa mudar. Sa mudar is an YouTuber. Hi, guys! Wanna say something? Hi, guys! Ik ben Shanada. For the kids you may nog niet kennen. Omdat mijn business, ik doe niets anders dan nagelwerk. Ik ben nagelstylist momenteel. En daarnaast verkoop ik ook een en ander spullen, zoals flashes. Dus ja, yeah, that's it. Maar wat zie ik daar achter? Wat zie ik hier allemaal? Oh, dit alles. Ja. Yeah. Dit alles voor 130 euro. Oké. Okay. Wat verkoopt u allemaal? Hi guys, ik ben Namula Passionada. En ja, we zijn verrast door een YouTuber hier. Nou, we houden meestal eind van de maand, elke eind van de maand, een BKS. En BKS houdt in boeken voor serie. Nou, van tweedehands spullen, af en toe nieuwe spullen. En er zijn verschillende items zoals kinderkleding, heren dames, tassen, schoeisels, speeltjes en yes, bijouterie. En nog heel veel meer hoor. Er zijn ook verstapperingen. En meestal is het van 9 tot 2 uur. En ja, dat is het zo'n beetje van die boekopperserie. De locatie? We hebben 2 locaties. En dat is Rietberg, project nummer 41. En leiding 14, nummer 7. En jullie zien het zelf. Het is al een beetje leeg. Dus we zijn niet duur. Elke klant is zeer tevreden. En zeer blij. En we zijn ook blij met onze klant. En ze vragen naar meer, dus we doen ze moeite. Ja? Hoe zit het met de prijzen? De prijsklasse is van 5, 10, 15, 20, 25. En ja, we zijn niet zo hoog. Een bepaalde nieuwe item is 5 SRD. En ja, dat is het. Okay. En zelfs hebben we echt actieprijzen. Bij boekenpastillen zijn er ook actieprijzen, hè? 2 SRD. Okay. Maar wel, het zijn wel goede spullen. We gaan heel veel lagen, dan willen we in feite plaats geven, plek geven voor de nieuwe bestellingen die komen. Oké, ik zie ook dat u zelf tassen maakt. Ja, ik maak mijn eigen tassen. Ook kleding. Dit is van mij hoor mensen, dat is mijn inkopen. Ook kleding, maar heel binnenkort, met Gods wil. Dan gaan jullie horen van Alice. Alice Fashion. Oké. Okay. Dus alles op zijn tijd. U bent echt creatief. Dankjewel. Gaat u door met uw werk. Dankjewel. En heb vooral plezier in uw werk. Ja, yes, sowieso hoor. En alles wat we doen, moeten we echt plezier hebben. En dan gaat men ook zien dat de klanten ook in feite happy gaan zijn. Ja. Tevreden. Zo bouwt u ook vaste klanten. Ja. Dus, ja.
En dat jij ook mijn vaste klant ook naar mate bent geworden. Dus dat ben ook blij. Ik ben pas vandaag gekomen hoor mensen. Ik wist het zelf niet. Ik wist het zelf niet. Oké, ja, je proclameren maar. Maar naarmate worden de vaste klanten. Hallo lieve mensen, we brachten een bezoek bij YouTuber Shanada. Maar ze had me niet gemeld dat haar moeder die ochtend een boenkoepenserie had. Misschien omdat ik niet daarvoor daar kwam, dus ja. Anyways, dit zijn mijn aankopen, mijn findings, want ja, waarom duur kopen als ik het goedkoop kan krijgen. Ik koop dit niet per se voor mezelf, maar ook om anderen blij ermee te maken. Want niet iedereen heeft de spatie of vervoer om tot daar te gaan. Dus zo doe ik als ik iets moois zie en het is goedkoop en ik kan het kopen op dat moment, dan koop ik het. Dan heb ik alvast wat mooie spullen in huis als ik iemand een dagje blij wil maken. Ik hou van sieraden, stenen of glazen kralen. Vind ik echt schattig. Ik heb ook scrunchies en tassen. Ja, als je ook zo'n verkoopdag wil meemaken, dan kan je Shanada opzoeken op Facebook en vragen wanneer haar moeder weer zo'n boenkoepenserie heeft. Ik ben blij met mijn aankopen. Yes, bedankt voor het kijken naar mijn video. Like, comment, share en subscribe.